Het had ook het immense sportpaleis kunnen zijn, maar P-Magazine koos voor de wat meer intieme dansfeer in discotheek Carré. Ik vind mezelf niet echt een beep, maar ik ben altijd, ik weet niet, overeerd als ze mij vragen voor een shoot. Omdat daar toch wel beeps in staan en je wordt dan helemaal omgetoverd tot een beep. Ik vind dat ook een leuke herinnering voor later, om daar nog eens naartoe te kijken. En als ik misschien ooit later een kindje heb, dan kan ik zeggen, zie, mama was toen ooit nog wel mooi. Covergirl zijn staat Linda perfect. Nochtans voelt ze zelf niet zo'n grote behoefte om in de kijker te staan. Ook bij Milk Inc. blijft ze liever wat meer op de achtergrond. Reggie die staat ook meer op de voorgrond en ik hou mij ook bewust meer op de achtergrond. Omdat mij dat wel goed zit. En ik denk, moesten er twee op de voorgrond willen, dan denk ik niet dat de groep nog heel lang zou blijven duren. Maar af en toe schrijf ik wel eens een nummer voor het album. Maar ik ben er toch voorzichtig in en ik heb er ook niet echt aan de behoefte aan om te zeggen van mannetjes, en nu ga ik een nummer schrijven en jullie gaan naar mij luisteren. Nee, ik hou mij liever toch eigenlijk wel op de achtergrond. Linda, bij het grote publiek vooral bekend van Milk Inc., probeert haar privéleven en het hele gebeuren rond Milk Inc. zoveel mogelijk gescheiden te houden van elkaar. Ik hou er ook van om na mijn werk ook te zeggen, ach, en nu ga ik terug naar mijn, naar Linda Mertens. Nu ben ik terug Linda Mertens en dat is ook wel leuk. Als je op een podium staat, dan ben je de artiest Linda van Milk Inc. En Linda Mertens is toch wel anders, denk ik, dan op het podium. Beetje losser natuurlijk en heel gewoon, simpel meisje. Het is datzelfde meisje dat 10 jaar geleden zelf naar Reggie toestapte. Een perfecte timing, want de zangeres van Milk Inc. toen, Anneke Vervoort, wou het wat rustiger aandoen. Toen ik pas bij de groep terechtkwam, dat was ook constant op de baan. Van één optreden naar het ander. En ik kan dat wel aannemen dat dan iemand zegt van, en nu is het even genoeg geweest en nu ga ik met mijn ventje ergens genieten. Ja, ik kan dat wel aannemen. Dat is haar keuze geweest toen. En toevallig op het juiste moment was ik daar om dan Anneke Vervoort te vervangen. En het lot. Het lot was Anneke Vervoort helaas minder goed gezind. Op 22 april van dit jaar overleed ze op 33-jarige leeftijd. Ja, ik was volledig van de kaart toen als ik dat nieuws had gehoord. Want ik heb haar wel gekend. Het was een schat van een meisje, echt super groot hart. Ook een simpel meisje, geen sterallures of zo. Echt, ik vind het heel jammer. Volgens Linda Mertens heeft Anneke Vervoort de breuk met haar vriend Pat Crimson, waar ze toen samen mee naar Ibiza trok, nooit echt kunnen verwerken. Nadat haar ex-vriend toen haar heeft laten vallen. Ik denk, ik heb dat ook meegemaakt met mijn ex-vriend. Ben ik ook 2 jaar in het zwarte gat gevallen. Maar toen had ik wel Milk. Ik heb ook heel diep gezeten, maar mensen hebben dat echt niet gezien. Ik heb dat altijd verborgen gehouden. En van het moment dat ik op het podium stond, al die mensen die riepen naar ons. En ik had zoiets van, oh, dank u. Dat had ik echt nodig. En daar trekt u naar op. En dat had ze niet. En ik denk dat dat dan echt wel pijn doet, als je dan in de put zit en dan heb je zo niks. Dat doet wel extra veel pijn, denk ik. Linda vindt als mediamadam dat je jezelf maar beter wat kunt afschermen. De showbiz is een harde wereld. Ik denk dat je wel een sterke persoon moet zijn om tegen heel veel reacties te kunnen van de mensen. Want de mensen kunnen wel heel hard zijn. Soms te hard, vind ik. Maar dat moet er dan bij nemen, want als je op de voorgrond staat met iets, dan moet je wel tegen een stootje kunnen. Linda kijkt vooral naar de toekomst en ook na Milk Inc. valt er nog van alles te beleven. Die dag gaat er sowieso ooit wel komen. We hebben altijd gezegd, we blijven verder doen tot het publiek zegt van, nu is het genoeg geweest. Nu gaan we niet meer naar Milk zien. Maar dan is het goed geweest, want we hebben echt alles gedaan in België. Alles gezien, ook in het buitenland. En er is een tijd van komen en gaan. En we kunnen heel mooi gaan als we willen. Dus. Maar het is nog niet zover.